We staan in Into the Black Hole, nieuwe tentoonstelling van het Valkhof Museum die wij samen met de Radboud Universiteit hebben georganiseerd. Aanleiding was eigenlijk de allereerste afbeelding van een zwart gat die in 2019 is gepresenteerd. Onder meer door Heino Valken, hoogleraar astronomie bij de Radboud Universiteit. En met hem en met 28 studenten van de Radboud Universiteit hebben we samengewerkt in de totstandkoming van deze tentoonstelling. De samenwerking was voor de student ook zeer leerzaam. Nou ja, wij zijn eigenlijk helemaal meegenomen in het proces van hoe een tentoonstelling eigenlijk tot stand moet komen. De Public in Residence, zo is het genoemd, dat de studenten meewerken, bestond uit twee verschillende groepen, een kerngroep en een senaat. Wij hebben gewoon het hele proces met haar mee doorlopen. Dus van het tentoonstellingsnarratief tot de selectie van objecten, tot het educatieve programma. Wij hebben er allemaal over meegedacht. Tijdens de tentoonstelling is niet alleen maar wetenschap te zien. We hebben prachtige kunstwerken van 10 hedendaagse kunstenaars. Sommige uit Nijmegen, maar sommige uit Amerika of Zuid-Afrika. En die hebben hier bestaand en nieuw werk opgebouwd. Wat allemaal rondom de fascinatie voor de kosmos en het zwarte gat draait. En daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor de wetenschappelijke kant rondom zwarte gaten. In een aantal educatieve films en setups hebben we geprobeerd om de best wel moeilijke wetenschappelijke kennis over zwarte gaten toch voor een heel breed publiek toegankelijk te maken. En deze samenwerking is eigenlijk nog heel erg nieuw. Het wordt eigenlijk steeds meer verkend in het hele project genaamd Ontgrenzen, waar ook Museum Arnhem aan meewerkt. Dat maakt het eigenlijk wel ontzettend speciaal. En natuurlijk hebben ze zelf ook een favoriet. Hele moeilijke vraag, maar ik denk dat ik dan toch kies voor het hele spannende en explosieve einde van de tentoonstelling. Dat is een installatie waar je echt in kan van Marshmallow Laser Feast, collectief uit Londen. En zij hebben een installatie gemaakt, een ruimte waar je ingaat. En overal om je heen kan je de explosie van een supernova ervaren en het ontstaan van een zwart gat.